2500 euro is de buit van een stel bankpasfraudeurs die met hun valse truc de pinpas van een 64-jarige vrouw uit Lopik in handen kregen. Joost, vertel. Ja, eind oktober krijgt het slachtoffer het bekende telefoontje, hè, dat er fraude zou zijn gepleegd met haar rekening. Een verdachte transactie, er zou geld zijn overgemaakt van haar rekening naar een rekening in België. Ja, helemaal niks van waar natuurlijk. Maar ook deze telefonische oplichter was zeer overtuigend. Dat klopt. En hij krijgt de vrouw zover dat hij de pinpassen van haar en van haar man, inclusief de pincodes, in een envelop stopt en meegeeft aan die zogenaamde koerier die nog tijdens het gesprek al aan de voordeur staat. Nou, ze knipt de passen ook nog door. Maar ja, als die passen doorgeknipt zijn, kun je ze nog wel gebruiken, want de chip die is immers nog intact. Ja, exact. En met die envelop met doorgeknipte pasjes stapt de koerier dan in zijn auto en rijdt richting Lopik naar de dichtstbijzijnde pinautomaat aan de Anna van Burenstraat. Ja, en daar verschijnt dan even later deze jongen in beeld. Hij is waarschijnlijk nog minderjarig, vandaar dat we hem deze week nog met een blur op zijn gezicht laten zien. Hij pint dan twee keer en haalt in totaal 2500 euro van de rekening van het slachtoffer. Nou, hij krijgt dus nu de kans om zichzelf te melden bij het bureau. Als we niet achter zijn identiteit komen, dan laten we hem in een van de volgende uitzendingen zonder blur zien. Zo is dat. Hij zou nu ook al herkenbaar moeten kunnen zijn aan de hand van die opvallende jas, hè, zou je zeggen. Jij hebt zijn verdere signalement. Zeker. De verdachte heeft een donker getinte huid. Hij droeg een muts van het merk Moncler. Een opvallende jas van de North Face met meerdere van die North Face logo's op die hele jas geprint. En verder draagt hij een blauwe spijkerbroek met gaten in de knieën. En hij belt de hele tijd met zijn iPhone. Wie is deze nog waarschijnlijk minderjarige pinner? Samen met zijn kompanen, die zogenaamde bankmedewerker aan de telefoon en die zogenaamde koerier, steelt hij een flink bedrag van de rekening van de vrouw uit Lopik. Weet u wie dit is? Geef het alsjeblieft door via een van de tipnummers.